Yo kijkers van Lube Games, ik ben Bas en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Civilization 5. Vandaag gaan we weer verder met Civilization 5 en zoals je ziet, dit is op dit moment mijn Civilization. Jullie vragen je af waar is Civilization zo lang weg geweest? Nou, dat heeft één reden. Nou, heeft eigenlijk meerdere redens. Ik speel weer iets meer Minecraft. En jullie zien ook wel echt ontzettend veel Kingdom. En dat wordt ook veel bekeken. Maar ik hoop met deze comeback dat Civilization 5 ook weer bekeken wordt. Ik moet echt even inkomen met hoe het allemaal weer. Hoe dit allemaal weer gaat. Ik speel ook af en toe nog wel eens online op Civ. Maar meer is het eigenlijk niet. Ik moet even kijken in deze wereld wat er ook alweer allemaal. Wat er ook alweer allemaal aan de hand was. Ten opzichte dan heeft volgens mij oorlog gehad met de Celts en. Oh, Aparantoyan ja, Alit. Laten we vrienden worden. Ik ben eigenlijk met iedereen vriend hier. Behalve met Apollyon. En nog iemand. Ik ben met iedereen bevriend, behalve met Apollyon en de Celts. Oké. Nou. Laten we verder gaan. Ik vind het weer leuk om dit te doen. Ik heb ontzettend veel zin om weer verder te gaan met Civilization 5. En dan komt er ook wat meer afwisseling op dit kanaal. Jullie zien waarschijnlijk ook al wel gemerkt dat we bijna 200 subs hebben. En het gaat ontzettend lekker. We zullen natuurlijk wel eens een 200 special gaan maken. Dat is geen enkel probleem. Maar dat komen jullie allemaal nog wel te zien. We gaan nu even focussen op de game. Toch even een klein legertje. Ja, misschien toch wat meer troepen gaan bouwen. Want je weet maar nooit, een oorlog kan altijd komen. Laten we even een composite bowman maken. Ik snap eigenlijk niet waarom ik hier troepen heb neergezet. Nou, laten we de swordman even verplaatsen. En onze workers zijn rustig bezig. Next turn. Open borders. Ja, sure. Ik vind het prima. Ik weet ook niet echt voor welke victory ik wil gaan. Maar lijkt het namelijk ontzettend leuk om een domination victory te doen. Maar dat is ontzettend lastig. Want, het is ontzettend moeilijk om domination victory te doen. Om alle civilizations over te nemen. En ik maak nu al niet echt een hele goede start. Ik kan er eerder science gaan doen. Of diplomatic. Ik zie het allemaal wel. Even kijken naar de demographics. We staan er prima voor. Alleen voor approval staan we niet zo heel goed. Maar ja. We staan wel gemiddeld. Vrij weinig nu, hè? Ik denk dat het echt wel dat het echt wel nodig is, denk ik, om oorlog te gaan voeren. Ik moet meer land hebben, want zo gaat mijn rijk niet uit. Zo gaat mijn rijk niet groeien. Parijs misschien kan ik Parijs, ja, misschien kan ik, of ik ga eerst voor Monaco. Ik weet het niet. Ai. Yep. Rip. Caravan. Oké, dat heb ik niet gezien. Laten we gaan voor degene die het meeste goud geeft. En dat is Cusco. Let's go. Groningen is een nieuwe stad. Ik ben ook niet echt meer bij van wat er de vorige afleveringen is gebeurd. Het kan ook best zijn dat jullie dit deel nog helemaal niet gezien hebben. Dat ik één aflevering ben vergeten op te nemen. Sorry daarvoor. Maar ja, in ieder geval vind ik het weer heel leuk om Civ te doen. Misschien krijgen we ook weer meerdere Civilization 5 kijkers. We zullen zien hoe het gaat met deze serie. Ik wil natuurlijk wel meer gaan uploaden op Lube Games. Luc is ook van plan meer te gaan uploaden. Luc die gaat weer meer Blitz uploaden. En ik ga wat meer andere games doen. Dus bijvoorbeeld Civilization 5. I have
Ja, ik weet wat ik moet doen. Nu ga ik de vis vangen. Ik ben toch een beetje bang dat er ooit nog wel iets gaat gebeuren met een aanval. Dus daarom maak ik hier muren. Want je weet maar nooit, Frankrijk die... Ik weet niet, wie staat er onderaan met troepen? Dat is... Oh, dat kan ik helemaal niet zien. Ik sta op nummer 7. Ik sta net als boven het gemiddelde. Prima. En jij kan hier wel prima staan. Next turn. Ik zie dat we ook 1000 goud hebben. Dat is prima. Yep. 1000 goud. Ziet er goed uit. We gaan best goed. Maar... Jullie zien het denk ik ook al wel een beetje. De map is niet ontzettend groot. En uiteindelijk gaan hier ook gewoon random mensen van andere civilizations gaan hier gewoon een land claimen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet tegenhouden. Ja, of ik moet steden gaan overnemen. Ik denk dat ik toch Monaco... Ik denk dit wel hoor. Ik denk dat ik toch iets tegen Monaco moet gaan doen. Nou, ik weet dat city-states zijn uiteindelijk wel... Wel handig om te hebben, maar kijk wat hier ligt. En als ik dit deel heb, en als bijvoorbeeld Pachacuti een keer gaat aanvallen, dan heb ik gewoon dit Monaco nog als backup. Dus ik denk toch dat ik, ja, ik denk dat het toch moet gaan gebeuren. We gaan alvast wat troepen verplaatsen. Even kijken, let's go. Next turn. Nou, dan gaan we alvast. Ik denk Monaco is helemaal niet sterk. Dan pakken we zo met 2 katapulten op 3. Dan is Monaco er ook alweer geweest. Maar ik denk dat we dat niet deze aflevering gaan doen. Ik denk dat we dat de volgende aflevering pas gaan doen. En omdat ik dan ook eigenlijk... Ik wil de Civilization 5 aflevering niet te kort maken, maar ook niet te lang. Dus het moet ongeveer rond de 20 minuten zijn. Dan vind ik het prima om te doen. Oh, de mensen met de meeste soldiers. Oké, okay. Oh, dat was best een voice crack. Wij staan op nummer 6. Prima. Pachacuti en Montezuma allebei ongeveer gelijk. Dus daar moeten we wel voor uitkijken. Dus ik moet ook uitkijken voor Pachacuti. En ik moet me denk ik... Ik hoef me helemaal niet zorgen te maken over Frankrijk. Want die komt echt nog niet snel. Dat is zeker geen probleem. Ja, schat, neemt je door en je gaat die kant op. Ik wil eigenlijk even kijken met een scout of iets. Ja, wat voor troepen ze daar hebben. Want ik kan als ik wil, kan ik gewoon Monaco inlopen. Dat is geen enkel probleem. Ze worden wel een beetje boos, maar ja. Zijn ze ook ally met iemand? Volgens mij niet, hè? Nee, oké, okay, probleem. Want, nee, ik ga nu geen oorlog voeren. Sorry, meneer. Ik wil ze het liefst eigenlijk een beetje sparen. Lijkt me wel prima. We zijn ook ally met Yves. En als het goed is... Ja, eigenlijk moet ik Belgrade als ally hebben. Want dat is een... ja, dat is wel een goede ally om te hebben. Hebben ze? Oké, okay, ze hebben 1 unit. Prima. Oké. Okay, let's go. Laten we alvast wat troepen gaan verplaatsen. Ik zet jou even in de stad. You never know. Jij gaat er ook heen. En dan maken we nog 2 of 3 katapult. En dan zou het, als het goed is, genoeg moeten zijn. Moet ik uitkijken voor onze happiness. Maar dat komt wel goed. Pyramides is been built in a far and away. Hoe staat het eigenlijk met onze punten? Nou, dat ziet er wel prima uit. Ze zijn ook ongeveer gemiddeld, dus dat is... Monaco is wel een level 10 stad. Dus die kan veel damage gaan doen. Nou, ik denk dat ze daarachter ook nog 1 unit hebben, maar that's it eigenlijk. Zal ik nu alvast oorlog verklaren? Dat ik gewoon eerst de units ga uitschakelen? Kan het doen. Zal ik het doen? Zal ik het gewoon doen? Oh ja, kijk hier, nog een unit. Ga jij maar naar Parijs. Ga jij maar alert staan. Oké, okay, ik ga gewoon alvast een beetje... Ik laat ze al een beetje boos worden. Dan
zullen ze zien. Ja, ze zullen het uiteindelijk wel gaan voelen. Ik ga gewoon met één unit telkens in het land staan en dan worden ze telkens iets bozer. En dan misschien verklaren ze wel de oorlog. Ja, het is niet anders. Ja, kijk, ze worden al een beetje boos. We hebben 2 units, ah, dat is niks. Maar als jij nou even omwisselt met hem, dan ga jij hier een katapult maken. Jij gaat hierna een iets met happiness, moet het zijn. Deze nog iets met happiness. Oh, eigenlijk het Circus Maximus, maar nee, dat. Ja, ik kan er wel voor gaan. Ga je maar hierna maar een colosseum bouwen. Jij bouwt hierna ook een colosseum. En jij bouwt hierna. Ook een colosseum. Happiness. Altijd prima. Jij. Jij dus met hem. En jij staat goed. Next turn. Oh, gewoon nu even marmer. Nice. Dan kunnen ze dat ook weer. Oh, we hebben ja nu 4 happiness erbij door het marmer. Waarschijnlijk. Is er geen ally met iemand? Waarschijnlijk niet. Nee. Ze zijn wel boos op ons. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. De eerste katapult is hierna alweer klaar. En dan kunnen we verder. Just bring on in Monaco. Monaco, what the fuck? Monaco. Oké. Okay. Jij zit hier goed. Zoek jij maar eentje terug. Katapult. Ga jij maar naar het front. En dan maken we nog een katapult in de hoofdstad. Ga jij hier maar staan. Jij staat goed. Moet jij eigenlijk wisselen met hem? Kan dat nog? Nee, dat kan niet meer. Next turn. Word maar lekker boos. En misschien kunnen we in deze aflevering een goede oorlog doen. Nou, daar ga ik niet vanuit. Nou, onze steden groeien wel snel. Dat is wel altijd wel. Dat is altijd wel met. Als ik met Nederland speel. Groeien de steden ontzettend snel. En dat is wel fijn. Dat alweer voor units. Chris Swordman. Ah. Leuk. Zie je ook niet veel. Just bring on Monaco. Yep. Nou, eigenlijk moet ik dan eerst de units uitschakelen. En daarna ga ik voor de stad. Ah, Rotterdam heeft. Rotterdam, wat? Groningen heeft de religie. Utrecht is gegroeid. Over één beurtje Groningen ook. Ik moet eigenlijk even goed staan dat ik. Zo sta dat ik gewoon makkelijk een aanval kan doen. Kun jij nog. Nee, jij kan niet uit het land. Oké. Okay. Jij kan hier wel staan. En dan ga jij die kant op. Unit needs orders. Ja, ga. Jij staat ook. Nou. Ik wil eigenlijk vanaf onder aanvallen. Dat ik hier een katapult heb. Hier en hier. En daarvoor allemaal units. Of daarachter nog meer units. Nou, we zullen zien. Natuurlijk laat ik natuurlijk deze unit hier staan. Als counter. Voor je weet maar nooit. Tinker. Ja, prima. Een open orders. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het prima. 4 beurt hebben we ook staal. De volgende beurt is ook Groningen weer gegroeid. Nou, nu zijn er archers achter de stad. Dat is eigenlijk niet echt fijn. Groningen is gegroeid. Mooi. Kattenpunt. Ja. Ga jij hier maar staan. Heb ik nog een extra Swordman? Jazeker. Swordman. Ga jij... hier maar staan. Jij staat hier wel prima. Jij staat hier ook goed. En dan wil ik de Swordman voorop. Voor de Bowman. De, bijvoorbeeld de Archers. En dan wil ik daarachter de katapulten. En ja, gewoon een soort linie maken. What the fuck komt... Aparantoyan. Wat komt Pachacuti doen? Hij komt wel dreigend hier naartoe.
Ik wil jou niet overnemen, meneer. Ik weet het echt niet, hoor. Hij kan me... Ik moet het eigenlijk dan wel pakken. Ja, maar het kan ook zijn als hij deze troepen hier neerzet, hè. Ik wacht nog even wat hij zo meteen gaat doen. Archers, hier. Jullie gaan... Kan ik jou nog eentje verzetten? Ja, zeker, dat kan. Jullie gaan hierheen. Dan komen hier... Ja, ik weet niet. Wat gaat Pachacuti doen? Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Nee, toch? Nee. Ze kunnen... Nee. Ze gaan niet zomaar... Omdat ik hier bij hun grens sta, denken ze meteen... Oh, die gaat oorlog voeren. Nee, joh. Nou, ze zijn nog steeds geen ally met mensen. Daar moet ik wel op letten. Oh, Monaco heeft oorlog verklaard aan Napoleon. Heel erg goed, Monaco. Nou, dan kan ik eigenlijk ook meteen oorlog gaan voeren. Maar daar wacht ik nog even. Ah, de katapult is klaar. Ga jij maar alvast door. Jij staat hier goed. Jij gaat hierheen. Dan ga jij... Jij moet daar eigenlijk staan, hè? Eigenlijk wel. En dan ga jij hier. Jij gaat deze kant op. En dan ga jij... Oh, hier. Juice production. Toch nog een extra... Iets met happiness, heb ik dat nog? Een workshop, doe dat maar. En dan, als we de katapulten hebben neergezet, dan vind ik het eigenlijk wel prima. Dan weet ik zeker dat we... Dat we deze gaan winnen. Er komt nog één katapult aan. En, ja, dit gaat wel goed komen, denk ik. Ze hebben nu ook oorlog met Napoleon. En, ja, Trusting in Monaco. Ik vind het helemaal niet erg dat je boos op me bent. Je gaat het toch straks aan. En misschien helpt Napoleon mij ook nog. Staal. Gediscovered. Mooi. John Henry said he was captain. Oké. Katapult. Jij gaat hier staan. Jij zit goed. Jij hier. Jij gaat hier. Oh nee, dan moest eigenlijk de katapult komen. Zij jij goed? Zou ik gewoon alvast nu beginnen? Ja. Ja, fuck it. Unprotect of... Wat? Hoezo dat? Oh! Pachacuti... Oh, oké, dat is een ander verhaal. Ja, laten we dat niet doen. Sorry, plan gewijzigd. Oké, laten we teruggaan. Sorry. Never mind. Ik wist helemaal niet... Ja, dan kom... Oh, dat is eigenlijk best vies. Nou, we kunnen er niet anders... We kunnen niet veel anders doen. Ja, we moeten terug. Pachacuti is op dit moment sterker dan ik. Nou, we kunnen alvast... We kunnen misschien een oorlog gaan voorbereiden tegen Pachacuti. Misschien kunnen we dat doen. Ja, ik weet dat jullie boos op me zijn. Misschien verklaart hij nu al wel gewoon de oorlog tegen mij. Nou, ga in ieder geval wat verdedigender opstellen. Jij gaat hierheen, jij gaat eruit, jij gaat hierheen en jij gaat ook hierheen. Oké, next turn. Als stellen we dit even goed op en wie weet verklaart Pachacuti wel de oorlog. Want ik zag hem al een beetje dreigend hier naartoe komen. Ja, ik vertrouw hem ook niet echt. Hij is wel friendly. Maar ja, je weet nooit wat friends kunnen doen. Kijk, daar komt hij al aan. Nou, hier. Zo, hé. Oké. Laten we terugtrekken. Ik wil de katapult. Ik wil de archers achter de stad. Jullie gaan ervoor. Ik zei, jullie gaan ervoor. Oh. Katapult gaat hier. Jij hier. Jij staat goed. Jij gaat naar Machu. En hier
staat deze Archer, gaat hierheen. Nou, ik denk dat dit op dit moment... dit is het wat ik op dit moment heb kunnen doen. Zoals jullie zien, net niet Monaco proberen over te nemen. Het was wel jammer, want ik wilde het eigenlijk wel, maar Monaco net op het nippertje moment... net op het moment wanneer ik wil aanvallen, zijn ze ally met Pachacuti. En dat is ontzettend jammer natuurlijk. En misschien krijgen we een oorlog met Pachacuti. We zullen het wel zien. En dit is het einde van de video, jongens. Ik moet ook nu gaan. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo is, knal even op die like. En dan zie ik jullie bij de volgende Civilization 5 video. Later.